Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Ik wens jullie als eerste weer een hartelijk welkom toe op onze gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. En het is vandaag maandag 9 april. Het is 10:37 en ik krijg straks alweer een begeleider over de vloer. Ik heb mijn haar weer eens dicht gedaan, want het was hoog tijd. En in alle model gegooid. Zo viel het dat ik het gehoord had. Ik dacht, nou ook wel weer leuk, ik keer een andere kant op. Maar het is nog nat en ja, ik zie er dus nog niet uit. Ik ben aan een broodje koffie, ik moet zo meteen bellen, want jullie weten, ik heb de budgetbeheerder ontslagen. En nou hebben we de nasleep er nog van. Kreeg een brief van iemand die kon geld niet van mijn rekening afkrijgen. Nee, als ze de rekening nog nemen van de budgetbeheerder, kan ik niks aan doen. Dus heb ik achteraan. T-Mobile van de telefoon van mijn geliefde man moet ik nog weer achteraan. Dus ja, want dat hebben we afgezegd en ik kreeg geld terug. En dan moet ik even goed op de geld betalen. Ik wil weten waarvoor. Ja, al is het nog maar een beetje. Ik wil wel weten waar het voor is. Simpel. Maar ik wens jullie allen heel veel plezier voor vandaag. Degene die werken moeten, werk ze. Degene die naar school moeten, ook nou, leer ze. En degene die gewoon een rustige dag hebben, lekker rustig aan. Voor de zieken, ook allemaal van harte beterschap. En de alleenstaanden, zoek elkaar eens een keer op. Ja, of je elkaar nou wel kent of niet, wees lief voor elkaar. Ja. En ik zou zeggen, geniet ook van deze vlog. En tot straks maar weer. Miauw, miauw, miauw. Hallo, miauw, miauw, miauw. Ja, dat lieve vrienden, ik was er alweer even. Ik heb me nou opgemaakt zoals jullie zien. En mijn haar zit anders dan jullie van me gewend zijn. Normaal zit die kant op naar die kant op. Mijn begeleider is al geweest. Ik ben met een spiegel bezig. Ja, er was één steentje losgegaan. En die wou ik gaan repareren. Maar ik denk, ja, ook... Er viel iedereen wat meer los. Ik dacht, ik krijg nou wat. En dan had ik die spiegel als eerste gedaan. Dat was mijn allereerste spiegel die ik maakte. Met secondenlijm. Secondenlijm wil zeggen dat het ook niet meer los zal laten. Wel dus. Het laat los. Ja. Waar je het ook op gebruikt. Ja, papier wordt natuurlijk ook nat. Maar, kijk. En dan gewoon, dan ga ik reclame maken, klassiekjes. Ja, maar ik word er niet voor betaald. Nee. Maar alle steentjes zijn er al af op deze, na die je hier nog ziet. Ja, dat komt goed. Ik ga hem opnieuw maken met andere lijm. En let wel, ja, ik koop het zelf ook maar lijm, want... laat op een gegeven moment toch wel los. Want je wilt hem schoonmaken en laat er eentje los of twee. Nou, dan kun je het wel weer inlijmen. Simpel wat. Ja, doe ik zelf ook. Ik had er zelf ook al een spiegel. Die was ook. Die had ik trouwens ooit eens een keer gekregen, de spiegel. Ja. Had ik een hele mooie spiegel gekregen. En daarom kwam dat idee ook bij me op om zelf dat te doen. En dat is al jaren terug dat ik zo'n spiegel kreeg. En dat was een hartvormige spiegel. En er zaten allemaal leuke kraaltjes omheen. Het was leuk bewerkt, gegraveerd. Nou, dat kan ik nog niet eens, want ik heb... Ja, mijn man die graveerde. Maar waarmee? Ik weet het niet. Ik kan niks zien in de schuur. Misschien krijg ik nog een heldere ingeving, wie weet. Maar in ieder geval... toen liet daar ook wat van los. En dan lijmde ik zelf gewoon weer op, wat los kwam. Ja, dan moet je er gewoon voor over hebben. Want het kost wel een heleboel geld allemaal. En ook diegene waar ik het weer van gekregen heb, die had het in het buitenland gekocht. Weet ik van waar, dat is jaren terug. En dat was mijn suikeroom. Ja, ik woonde nog thuis, ik weet niet hoe lang het geleden is. Ja, ik heb verschillende dingen van hem gekregen. Ik kreeg ook eens een keer een wekkertje van hem.
ook een hardmodel. Met een leuk draailuikje ervoor. Dat was helemaal opengewerkt. Net houtsnijwerk, maar dan van plastic. Zo schattig. Zo'n lief ding. Ook uit het buitenland weg. Ik had, ja, dat wekkertje, dat op een gegeven moment deed hij het niet meer. Ik dacht, ja, wat moet je er ook nog mee? Het stuk, ik kon er niet meer mee. Het deurtje was kapot gegaan. Ik dacht, nou, jammer om Romke, maar ik gooi dit weg. Maar dat spiegeltje, dat is ook door, dat is door de vele verhuizingen, dacht ik, gesneuveld. Maar er was er ook twee personen, die waren er stapel gek op dat spiegeltje. Ik ken best als je dat een van die twee het gestolen hebt, dat weet ik niet. Die stalen wel vaker wat. En ze hebben ook wel bij mij ook wat gestolen. Nou, wat moet je met zo'n soort vrienden? Weg ermee. Ja, dat ben ik hun vriendschap niet waard als ze van mij gaan stelen. Dus ja, maar ja, zoiets kan je dan zelf even repareren. Haal wat lijm dat muur vast gaat zitten. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken en ik laat die spiegel nog even lekker weken en dan ga ik er weer verder. En als ik er weer mee ga beginnen om hem weer op te bouwen, laat ik het jullie natuurlijk zelf wel even weten. Ja, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik wil het jullie niet ontnemen. Maar de spiegel heb ik helemaal weer brandschoon gekregen, zoals jullie zien. Als jullie er al wat denken op te zien, dat is glinsteringen van de andere dingen. Want ik heb het een beetje van verstaan. Ja, maar de spiegel is echt werkelijk schoon. Oké, stof gaat waar het niet gaan kan. Dat daalt altijd weer neder, maar dat weten jullie voor jezelf wel. En daar staan de diamantjes. Ook in hetzelfde spul. Ik zal het weer gaan verschonen. Dan zien we wat er los is gekomen. En dan doe ik er weer even nieuw spul in. Dan kan dat nog verder schoonweken. En dan gaan we dat afdrogen. En dan misschien dat ik vanavond, einde van de dag, maar ik moet ook nog voor verens weg. Want deze spiegel die staat ingepakt in een doos. Die moet ik vandaag nog wegbrengen, maar ik krijg straks ook visite natuurlijk weer van Astrid. Kijk, daar staat zijn doos klaar. Met een breekbaar bovenkant en dan nog een keer in het Frans, omdat hij naar België moet. Ja, dus... maar ja, Astrid die komt ook en die blijft meestal tot een uur of drie. Dus na die tijd kan ik wel even de wort op om hem naar Bruna te brengen, want dat is bij ons... boekenwinkel, ze kopen een beetje knutselspullen, ze verkopen daar van alles, ja, weet ik veel. Het is eigenlijk een boekenwinkel. Maar in ieder geval, het is dat tevens ook ons postkantoortje, het hoofdbedrijf. En daar hebben we PostNL, als jullie dat weer zien. Ja, dat is het. De pakketbezorger. Dus, nee, ik maak geen reclame, nee. Ja, ik maak nog geen reclame, maar ik krijg in ieder geval betaald. Zo moet je, ja. Dus lieve vrienden, ik ga verder aan het werk. Want ik wil dat toch klaar hebben. Ja, en dan probeer ik hem natuurlijk. Ik hoop dat hij nog mooier gaat worden dan dat hij eigenlijk was. Ja, hij lag hier op de salontafel te wachten tot verkoop. Nou ja, dan is het een kwestie van schoonmaken. Maar ja, als ik dan de boel loslaat, dan kan ik niks aan doen. Nee, en dan met schoonlijm. Ik begrijp het nog niet. Dan is dat gewoon troep geweest. Ik weet het anders ook niet, want normaal laat dat niet los. Want zelfs je vingers die blijven elkaar plakken. Dus, dit kan, ik weet het niet. Maar ja, ze verkopen zoveel van die schoonlijms. En wat net op water lijkt, dat hele dunne, dat is dus troep. Je moet die dikkere vloeibare hebben, ja. Maar ik ga mijn koffie drinken, dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Nou, meneer Kwispelkontje, hè, meneer Kwispelkontje. Ja, tante Astrid weer weg, hè. Ja, tante Astrid weer weg. Is net weg en de kopje staat er nog.
En daar hebben we onze kleine meid. Peekaboo. Ja, dat de kopje zal ik gelijk even wegpakken. Dan, en ik ga zo meteen mijn klaarmaken. En dan die doos even met die spiegel erin wegbrengen naar Bruna. Zodat die verstuurd kan worden naar België. Naar onze Ferns. Als ik zijn naam tenminste goed uitspreek. Maar dat hoor ik TZT wel van Ferns. En dan kom ik ook weer snel terug. Ik neem jullie niet mee dit keer. Want ja, om iedere keer dezelfde route te reizen, voor jullie niet leuk. En het is hier dichtbij, dus ja, eventjes nog naar de winkel toe. Naar de supermarkt. En dan weer snel terug, want ik kan niet te lang wegblijven. Want Chrissy komt straks ook. Ja, dus toch thuis zijn. Maar ja, zij zit nog te wachten op een telefoontje van de dokter. Dus ja, en vrijdag, ja, helaas zit ik alleen, want Astrid komt dan niet, want die moet dan zelf ook weer naar een dokter. Ja, en dan komt ze dan te laat weg, want ze moet op een later tijdstip te wezen. Dus ja, komt allemaal wel goed. En anders zien we wel hoe de dag verlopen zal. En nu ga ik eerst eventjes, wat had jij weer wat te vertellen? Oh, had jij weer wat te vertellen dan? Nou, vertel dan. Moet je ook doorgaan met praten? Hé. Hey. Hallo. Hallo. Ja. Vertel dan. Vertel dan. Niks meer te vertellen? Oh, toch wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zie jullie straks alweer en ik zeg tot dan. Weet je een maffe hond? Aan het fietsen. Hij gaat fietsen. Maar dan moet hij even niet doen, want hij is een keer in zijn au, 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 au. Het lijkt wel een zeehond. Au, au, au. Oké. Nou, in ieder geval, hij wordt weer aan zijn oortjes geholpen, zoals jullie wel zagen. En dus ja, moet ook gebeuren. En maar vreselijk veel last van, dus ja, daarom gaat hij even zo'n beetje gek doen. Maar tot straks maar weer. Lieve vriendje, dan is het tijd om naar bed toe te gaan. De poezenbeestjes zijn allemaal naar boven. Ja, want wij gaan ook naar boven toe. Ja, ga lekker naar bedje toe, want het klokje, het is bijna 2 uur. Op die dan. En op die ook. Ja, en de computer, die staat al uit. Ja. Dus ja, lieve vrienden, en het licht staat aan. Ik blijf op mijn hondje gericht, anders word ik weer gek. Dus ja, lieve vrienden, dan zeg ik wel rust en mooie dromen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. En daar sluit ik deze vlog mee af. Bye bye. Tot morgen.